nooit gedaan, maar jullie kunnen het gewoon meedoen. En voor degenen die ballet bij mij volgen, jullie hebben het wel eens gedaan aan de bar. En ik heb al een aantal video's van jullie ontvangen, dat jullie dat met de stoel doen of met de vensterbank. Dus je mag even zorgen dat je iets hebt waar je je handen op kan leggen of je vingers, zodat je een beetje ondersteuning hebt. Nou, wat gaan wij doen? Want we hebben het natuurlijk vandaag over de lente. En wij gaan eigenlijk zaadjes planten. Om te zorgen dat er bijvoorbeeld ook mooie bloemen komen. Of dat er misschien wel een hele mooie boom gaat groeien. Maar voordat we in de tuin gaan werken, want het is best wel hard werk in de tuin. Moeten we zorgen dat we eerst mooi warm worden. En dat we plek vrijmaken in de tuin. En ook bijvoorbeeld in het zand. Dus dat we het zand wegschuiven. Zodat er een mooie baan komt waarin we dadelijk de zaadjes allemaal kunnen planten. Nou, we beginnen zo meteen met de voeten gewoon bijna tegen elkaar aan, zoals niet helemaal tegen elkaar, maar ze mogen wel een beetje dicht bij elkaar staan, recht naar voren. En je mag twee vingers of gewoon twee handen neerleggen op jouw ondersteunende dingetje. Ik weet niet wat jullie gebruiken. Yes. Dan mogen jullie mij gewoon even nadenken, maar er is wel één dingetje wat ik ga uitleggen, wat daar in de oefening zit. En dat is dat we ons voet helemaal naar voren toe schuiven. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, ik zou hier komen staan. Helemaal naar voren en dan mag je je been helemaal mooi lang maken, helemaal tot aan je voet, dat hem helemaal doorstrekken. Dan trek je even je tenen naar je toe. Dan breng je ze weer terug, probeer je weer te strekken. En dan schuiven we hem weer naar achteren. En dat doen we dus ook met een schuivende beweging, zodat er een mooie baan komt om straks alles te planten. Yes? Jullie mogen mij lekker nadoen. Hier ligt het. Muziek. Oké. Okay. Dus eerst zorgen dat we goed warm worden voordat we in de tuin gaan werken. Twee voeten dicht bij elkaar. Maak even een mooie lange rug. Wacht even tot we zien. Dan gaan we eerst even de knieën recht naar voren buigen. Buig. En strek. Doe het nog een keer. En de buig. En strek. Dan gaan we onze armen even helemaal uitrekken, zodat we mooi warm worden. Want onze handen hebben we heel hard nodig vandaag. En de andere kant. Goed zo. Kom mee op de tenen, want we gaan ook heel hard werken met onze voeten. En terug. Nou, komt die schuif weer één voet naar voren, let op. En de schuif. Achter, zodat je daar ook plek vrij maakt. En til je even je voet op.
plek. Hartstikke goed en we gaan weer door naar het volgende.